In deze aflevering hebben we een prijsvraag en de prijsvraag luidt: de Engelse munteenheid is een pond. Wat is de pond op dit moment, dus de dag van deze uitzending, waard in Nederlandse guldens? Wat kun je winnen? Nou, je kunt dus een reisje naar Londen winnen met Eurolines, met de bus. Dus wat is de Engelse pond in Nederlandse guldens waard op dit moment? Stuur je oplossing naar Uilensteden, Uilentv, Uilensteden 2 of via e-mail via uilentv@dds.nl. Na Londen op weg naar Bath. Voor een bliksembezoek aan, ongetwijfeld een van de mooiste Engelse steden. Door een bijzonder geslaagde stadsplanning heeft Bath een buitengewone charme weten op te bouwen. Het is een van de eerste kuuroorden ter wereld met warmwaterbronnen van 50 graden. Doe het even op z'n Japans. We gaan zo even een klein beetje rondlopen, dan gaan we in een open top sightseeing bus even rond. En dan moeten we alweer weg. In haar bloeitijd verwierf Bath een enorme machtspositie, omdat de hele Engelse adel hier kwam voor het warme, helende water. Ook het Britse koningshuis heeft hier sporen achtergelaten. Nog steeds is duidelijk zichtbaar dat Bath een van de rijkste Engelse steden is. Imagine you've been walking miles until at last you come to a clearing. What would you have seen then? An outer ring of upright stones set in a circle 30 meters across, each stone towering about 6 meters high, the whole circle topped by a continuous ring of lintels, those top pieces, shaped to fit on top of the pillars. En te curve in een giant circle. Nou, we staan nu bij Stonehenge, eigenlijk een heel bijzonder monument in Engeland. 5000 jaar oud. Het is niet meer helemaal compleet zoals het was. Er zijn al wat stenen en zo weggehaald voor verschillende doeleinden. Wat je nu ziet is het nieuwste gedeelte. Om ons heen is ook nog een heel oud gedeelte, wat nog een paar duizend jaar ouder is. Vroeger was het ook eerst van hout, nou, dat is allemaal niet meer te zien. Ze weten niet wat het is, of het nou een soort tempel is of een observatorium, om de sterren en de maan en zo en de zon te bekijken. Dus ze weten het niet. Medium. Medium.
schuilen voor de regen. Britse weer heeft toegeslagen. Achter mij staat Salisbury Cathedral. Het feit is dat ze binnen 50 jaar in één stuk door afgebouwd hebben. Dat is bijzonder snel voor het bouwen van de kathedraal. Normaal gesproken even duurt. Het is de hoogste klokkentoren van Engeland. 523 meter hoog. Dit was het weer, een tripje in Engeland. Wij gaan weer lekker naar huis, naar Amsterdam. Hopen nog een beetje slaap te pakken vannacht in de bus. Vergeet niet de oplossing op te sturen van de prijsvraag. Dus wat is vandaag van de uitzending de pond waard? Stuur hem op naar uilentv@dds.nl. En je kunt dan een mooie prijs winnen naar jouw keuze van Europese bestemming. Helemaal gratis voor 2 personen. Zeker de moeite waard om even een oplossing, de goede dus, om die op te sturen. Nou, tot de volgende trip. Ja.